Mijn naam is Michel Sluismans, regisseur van de voorstelling en artistiek leider van toneelgroep Maastricht. Ik ben Ilja Leonard Pfeiffer, ik ben schrijver en ik heb de tekst gemaakt van Noem het maar liefde. We hebben een voorstelling willen maken die gaat over lust en genegenheid, eenzaamheid en liefde. Nu, in de 21ste eeuw. Het belangrijkste thema in het leven en ook in de literatuur en ook in de poëzie en ook in de toneelschrijfkunst, dat is de liefde. En de liefde, dat is wat ons allemaal bindt. Het genot van de liefde, maar ook de frustratie van de liefde. Het gevoel van afgewezen zijn kent iedereen. Het snakken naar geborgenheid kent iedereen. En daarover gaat dit stuk. Met een grote empathie, met een grote lol, met heel veel humor wordt er naar de mens gekeken die fundamenteel eenzaam is, maar die altijd op zoek is naar de enige, de echte en de ware. En daarover gaat Noem het maar liefde. Ik ben Michiel Voet, beeldend kunstenaar en decorontwerper. We zitten hier in mijn atelier. Als Michel mij benadert om te denken over deze voorstelling, dan werkt dat. Dat werkt heel inspirerend. Michel begint mij in eerste instantie zijn gedachten te vertellen. Dat kan hij heel goed, want hij heeft een sterk besef over de inhoud van de voorstelling. Wat leuk is van dit traject is dat het script er nog niet was. En blijf je dus vrij lang in een beginfase in een soort conceptuele fase hangen met z'n tweeën. En dat vind ik als ontwerper erg leuk. Omdat dan nog alles kan. Het script is niet leidend daarin. En je werkt eigenlijk veel thematischer en conceptueler dan samen aan een voorstelling. Dan als het script er al is. We hadden natuurlijk een idee om een stuk te maken met veel personages en veel situaties. Maar de praktijk van een theatergezelschap vraagt toch dat je al in een vroeg stadium ook al moet nadenken over je decor. En toen wij de beslissingen over het decor moesten nemen, toen was het stuk nog niet af. Dus we wisten ook niet precies waar Ilja mee ging komen. En toen had Michiel, mijn decorontwerper, die had bedacht. Stel je nou voor dat we deze voorstelling in een hotel situeren. Een hotel is per definitie een plek waar ontmoetingen plaatsvinden. Zowel huwelijksnachten als nachten waar mensen vreemd gaan met elkaar. Waar stelletjes hun eerste nacht beleven. Maar een hotel is ook een plek waar vergaderingen plaatsvinden. Er zijn boardrooms. Heb je een lobby? Heb je kamers? Heb je een zwembad? Een hotel is ook een plek waar een persoon zich eenzaam kan voelen en besluit middernacht toch nog een prostituee te bellen om te helpen aan zijn gerief. De directeur op zakenreis met zijn secretaresse in het hotel. Dan weten we allemaal wat daarvan komt. Behalve dan dat dat in mijn stuk er niet van komt. Dat ik die standaard situaties eigenlijk probeer om te draaien. Op een manier die grappig is, waar je om moet lachen. Maar waar je ook, die ook tot gevolg hebben dat je weer opnieuw gaat nadenken over al die mechanismen die daarachter zitten. Kill the light. Ja, Sabine Snijders maakt de kostuums. Daar werk ik eigenlijk altijd mee. Zij is steengoed en zij heeft ook een hele leuke klus. Want zij mag 6 acteurs aankleden die 25 rollen spelen. En dat is voor haar een uitdaging. Ook omdat er heel veel snelle verkledingen tussen zitten. Per scène kijk ik eigenlijk in eerste instantie naar wat nodig is. En wat van de kleur van de scène. Dat is voor mij het eerste uitgangspunt. Dat ik denk van eigenlijk van nou, dit is een beeld wat iets toevoegt aan het verhaal, hè, van die scène en aan de karakters. En doordat het nu zoveel wisselingen zijn, kijk ik eigenlijk pas later van wat mogelijk is voor de changementen. Dus in eerste instantie kijk ik puur op beeld werken. En later dan ja, verander ik kleding of ik maak een soort, tot het in feite een soort quick change mogelijk is. Dus ik ga niet van tevoren maar eigenlijk al laten belemmeren dat ik denk van nou ja, ze moeten heel snel wisselen. Ik kan maar één kledingstuk bepalen. Dus zorg voor een totaalbeeld en dan
ga ik kijken van nou, hoe komen ze van de ene scène naar de andere scène. Said and done, all we have to do is kill the light. Voor deze productie ben ik eigenlijk in second-hand stores gegaan. Ik ben op markten rondgelopen. Ik heb de kleding zeg maar laten verknippen. En dan heeft mijn favoriete kleermaker heeft daar weer iets anders van gemaakt. En ook zelfs uit de stok van Toneelgroep Maastricht vond ik eigenlijk een aantal prachtige juweeltjes. Dus dat was heel fijn. Soon go our separate ways, but I packed your picture in my cage, and though it faded in the sun. Ik ben er zeker van dat het publiek zich herkent in al die treurige scènes. Het stuk gaat over jou.